Yo, Vaku Gamers, Lars hier. Welkom terug bij meer Civilization 5 hier op Vaku Games. En jongens, de vorige keer zijn we begonnen met de aanval, de grote slag om Kopenhagen. Die loopt niet helemaal 100% zoals ik hem hebben wil, maar het gaat op zich nog best wel redelijk. Ik wil hier namelijk zometeen een atoombom bouwen. En die is als het goed is al gebouwd. Juist. En die gaat... Even kijken, ik heb de andere unit nodig. Andere unit. Nou, ik wil die andere. Nee, niet die aircraft, maar die boot. Die ja, de carrier. Die wil ik eerst eventjes daar hebben. Dan gaat die atoombom. Die gaat, nee. Nee, niet de trade route. Ik wil de atoombom. Hey. Ik ga terug naar Arsarcasme. Maar die atoombom. Ik zei die atoombom. I don't care wat die unit er verderop doet. Die gaat daarop. Samoa, koop ik nog een atoombom? En hier koop ik nog een carrier. Ik ben te lui om te wachten op die volgende atoombom, op de volgende beurt. Je moet nu die kant op. Grote boot. Ik heb nog een tank aan. Carrier. Heeft vliegtuigen natuurlijk. Bomber. Los met die bommen. Bommen los op Kopenhagen. Auw. Your bomber died. Waarom heb ik alleen maar de goedkoopste bombers gekocht? Dat heb ik daar nou weer aan. Paratrooper. Daarheen. Ik heb dit niet heel handig aangepakt, jongens. Ik heb dit niet heel slim gedaan. Nog een atoombom. Atoombommen overal! Doe hem hier maar een helicopter gunship. Promoter unit. Plus invisibility. Ja, jou. Ga ik dan gebruiken om jou plat te bombarderen, denk ik. Zonder van mijn vliegtuig, maar goed. Moet maar. Als je daarmee vliegt, heb ik er ook geen reet aan. Zo, dat zijn de harde paratroopers van de Denemarken. Die kunnen wel ergens tegen. Jij gaat een stukje terug. Jij gaat ook een stukje terug. Want dan is het gewoon wachten op de atoombom. Heel, heel. En een stukje terug. Eerst die atoombom erop. Eerder gaan wij niks doen. Laat hem maar eventjes op ons afkomen. Er komen nog tanks aan. Jij gaat daar maar. Daar ligt nog een antiquity site. Ga die maar opgraven. Tank. De boot is aan het omvaren. Dat is goed. Dan kunnen ze misschien nog vanaf deze kant schieten. Kopenhagen is aan het healen. Dat is zo zonde van de tijd. Ja. Er komen nog een paar atoombommen aan, jongens. Dus no problem. Die stad die wordt echt wel voor mij. Dat kost alleen even tijd. En een beetje strategie natuurlijk. En laat ik nou niet echt een meesterstrategie zijn in deze game. Unit promotion. Wie dan? Oh, jij. Kom maar helpen. Relocate. Naar hem. Atoombom, relocate naar hem. En vaar als de zandsodemieten door, want ik heb je nodig. En best wel erg ook trouwens. Productie in Athene, laten we ons ook weer richten op de happiness. Die zullen we zo meteen ook wel weer nodig hebben. Atoombom mag slapen, hè? Dat is de taak van een atoombom. Slapen tot het moment... Nou, ga me healen dan. Ik kan ook verder niks even met jou. Hup! Alert. Juist, healen die shit. Want ik heb mijn unit zo meteen nodig om Kopenhagen binnen te rennen. Oh, is er ruzie. Oh, even een klein bootje. Oh, dat is schattig. Dat is cute. Kijk even een bootje. Destroyer tegen mijn battleship. Dapper hoor. Vind ik echt dapper. Serieus. Het is niet slim, maar het is wel dapper.
Moet ik hem nageven. Harold Bluetooth, je kan zeggen van hem wat je wil, maar het is geen pussy. Zoals Alexander was. Schiet op hem! Jij gaat maar lekker opgraven in de tussentijd. Ik heb de carrier nodig. Oké, nice. Kijken of dat ik hem kan raken vanaf hier. Oké, nice, dat kan. Prachtig. Komt de volgende atoombom aan. En er staan een heleboel units van hem om die stad heen, dus dat is slim. Of niet of goed voor mij. Vangen! Die van mij staan er echt net buiten. Oeh. It is glowing. Nog een nuke. Ik heb ze toch liggen. En dan zijn meteen deze units weg. Hoe kan ze met mijn atoombommen hebben? Half op Kopenhagen gooien. Vangen, jongens! Haha, losers. Kopenhagen is een loser. Na 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 na. Pak stad. Oh, doe dat de volgende beurt maar. Ook goed. Schiet! Als die tank nou even voor afleiding zorgt, dan kan de volgende beurt mijn infantry die stad binnenrennen. Oh, nog meer tanks. Yay! Dat is in Duitsland, hè? Had ik eigenlijk rekening mee moeten houden. Tanks overal! Of nee, geen tanks. Panzer! Deutschland gibt Panzers. Es gibt geen tanks, nein. Deutschland gibt Panzers. Alles. Volgende beurt. Is Kopenhagen voor mij met een beetje mazzel. Dan krijg je lekker zo'n pianomuziekje eronder. Denk niet dat jullie dat kunnen horen. Nee, vriend. Geen vredesverdrag. Echt gewoon even niet. Dat is gewoon een dom plan om mij een vredesverdrag voor te stellen. Zeker nu ik net voor je hoofdstad sta. Not slim. Ja, het is Harold, hè. Harold is niet zo intelligent. Harold Blauwtand. Hey. Vaticaanstad heeft oorlog verklaard. Wat gaat Vaticaanstad doen? Met rookbommen gooien of wat? Met vierrookbommetjes. Ik denk dat ze dat gaan doen. Hop. Pak. Hem. Oh, helikopter. Yay. Waarom kan die helikopter niet gewoon over zee heen varen? Vliegen. Weird. Jij valt. Als je nou even een stukje deze kant op komt. Hier dan. Ik wilde jou de stad aan laten vallen, maar dat kan niet. Jij valt de stad aan. Jij valt de stad aan. Jij valt de stad aan. Es gibt Panzers! Doorfahren! Hallo Denemarken, Duitsland staat op de stoep. Hier wil ik graag een Sydney Opera House. Bonus versus armored, juist. Logistics. Oké, komt-ie. Daar naartoe. Ik moet ook mijn paratroopers nog een beetje gebruiken natuurlijk. Die kan ik laten droppen. Is goed zo. Is goed zo. Is goed zo. Volgende beurt. Oh, jij bent er ook nog. Oh, je hebt natuurlijk nog een atoombom nog. Oh, niet? Ja. Ah, maar die gaan we niet gooien. Nou staan onze eigen units eromheen. Dat zou dom zijn. Atoombommen zijn leuk. Op het goede moment. En nu zijn ze gewoon even niet leuk. Ja, ze zijn wel leuk, maar ze zijn niet verstandig. Schiet je nou echt serieus in mijn tank? Oh, je schiet hem wel kapot. Held. Oeh, units. Overal units. Auw, joh. Doe eens niet.
Dan moet ik het nu even slim aanpakken, want die stad is ook weer een beetje geregenerate. Dus laat ik mijn battleships er maar eens op schieten. Kijken wat die doen. Misschien dat die het kunnen raken. Deze kan sowieso. Ik weet niet of die het kan. Dat zou wel raar zo zijn, want hij ligt dichterbij. Juist. Oké, schiet op Kopenhagen. Schiet op Kopenhagen. Waar zijn vijanden? Daar? Wat doet hij hier? Wat doet Harold bij mij op de stoep? Dat is niet goed, niet. Maar goed. Jij valt de stad aan. En jij ook, hem? Val de stad aan. En probeer de stad in te nemen. Denemarken is zijn hoofdstad kwijt. Perfect. Annexeren die shit. Hey. Er moet hier gewoon echt een knop zijn van ga terug naar de volgende trade route. Dit is niks. Ga terug naar Arsarkasme. Oh, dan moet ik hem ook nog steeds allemaal aanvallen. Nou, vooruit. Schiet die paratroopers maar kapot dan. Toch wat overhoop voor schieten. Hallo. Vangen. Woehoe. Loser boys. Courthouse. Kan ik die niet gewoon kopen? Scheelt bijna ook een hoop gedoe. Tank, val hem aan. Ja, pak hem. Tank rijdt door naar hem. Oh, dat kan niet. Nou, vooruit. Dan niet. Dan ruimen we die volgende beurt wel op. Marines. Daar naartoe. Atoombommen. Bouw meer atoombommen. Overal. Ik heb nog wel een paar units. Ik heb nog een helikopter. Schitterend. Niks meer aan doen. Schitterend. Healen. Oh, we gaan weer stemmen. Leuk. Waar gaan we op stemmen? Jij bent mijn volgende slachtoffer, dus ik stem tegen jou. Dan weet je dat vast. Weet hij vast een beetje wat boven zijn hoofd hangt. Promote the unit. Oké. Okay. Ervaren. Volgende doelwit wordt waarschijnlijk Sukhothai. En die gast heeft een groot leger, dus dat wordt heel gevaarlijk. Maar gelukkig kan ik zo meteen upgraden naar Modern Armors. Hier een tank, daar een tank, daar een tank. Gaat hij nou serieus Kopenhagen weer terugpikken? Wat een motherfucking held ben je dan? Wat een held! Waarom? Waarom, Harold? Waarom? Oh, kan ik Kopenhagen weer terug gaan pikken? Nou, gelukkig heeft hij nou geen units meer. Tenminste, bijna niet. Nou, doen we het nog een keertje. Oké. Schiet maar op Kopenhagen. We pakken die stad gewoon terug. Is mijn Kopenhagen, niet die van jou. Stoute Harold. Caravan. Ga maar naar daar. 17 goud, hoe kan dat? Min 17 goud, wat heb ik gedaan? Nou. Waarom is er min 17 goud? Er liggen allemaal cargo ships in de haven of zo. Denk het wel. Ja, volgens mij zijn ze allemaal op hetzelfde moment teruggekeerd. Dat zou kunnen natuurlijk. Als er geen enkele cargo ship meer vaart, ja, dan krijg ik ook geen geld. Hop, hier een cargo ship. Ik slecht gewoon allemaal in de haven, joh. Lazy bitch cargo ships, jongen, overal. Ga eens wat doen. Ga nou naar Lulu. Ga varen. Denk je dat ik gratis voor jullie bezig ben? Dat denk ik er even niet, vriend.
Hop, val aan, grijp ze. Mijn koperharen, niet van jou, Harold. Hoe graag je dat ook wil. Die staat dus van mij. Wat wil die nou? Paradrop, daarheen. En pak ze. Oh, dat kan natuurlijk niet. Volgende beurt pas. Hey, Harold, zullen we vrede sluiten, vriend? Dit taai ik in. Ja, heel goed. Hij wil vrede. Betoorste maar. Ja, leuk ontschat. Je was een eervolle tegenstander, Harold. Of hoe ik het mag, Harold. Hij is een eervolle tegenstander. In tegenstelling tot Alexander, die gewoon een pussy was. Oké, dan gaan we nu dit gebruiken om te herstellen. Een rechtbank. Granary, ja, ja, waarom niet? Washington. Bout. Panzers. Nog meer cargo ships die geen reet te doen hebben op dit moment. Gaan we naar Aarhus. En healen. Nog een caravan. Tuurlijk, we hebben nog niet genoeg caravans. Gaan we naar Krakau. Volgende beurt. Hoeveel hoofdsteden moeten we nou nog hebben eigenlijk? Victory progress. 6 hoofdsteden hebben we. We moeten er nog 2. Honolulu en Sukhothai moeten we nog hebben. Dat gaat lukken, jongens. Ik heb er vertrouwen in. Niet deze aflevering, maar het gaat wel lukken. Gaat serieus Amerika me nou nog bedreigen omdat ik te veel oorlog voer? Niet slim, Washington. Niet slim. Echt niet. Washington moet gewoon eventjes weten wanneer hij zijn mond moet houden. En dat is op dit moment. Hij moet nou even niet de grote smarters uit gaan hangen. Jij. Weet je wat? Blijf maar daar liggen met die boot. Ga maar daar liggen. Hou we de boel een beetje in de gaten. Alert. Healen. Helikopter. Kom maar daarheen. Marine. Daarheen. Ik moet gewoon atoombommen klaar hebben om op Sukhothai te mikken. Dat zal niet deze aflevering worden. Maar ik heb nu echt even de tijd nodig om mijn units weer te hergroeperen. Te healen. En me klaar te maken op Sukhothai. Maar volgens mij heeft die gozer wel een heel groot leger. En was ik in de war met Harold. Harold had niet zo'n groot leger. Met de nadruk op had. Dat heeft hij nou op zich. Redelijk. Ja, hier 1, 2 units. Hij heeft veel anti-aircraft guns. Dat is een beetje vervelend. Dat is een beetje naar. Kop Kopenhagen, bouw een courthouse, dan kan ik daar units gaan kopen. Of bouwen in dit geval. Er zit nog een bomber op. Die is aan het healen natuurlijk. Zo. New York bouwt een vliegveld. Panzers, jullie gaan even een stukje daarin. Ga maar healen. Dat is belangrijk. Alles moet zichzelf genezen. Want we hebben een leger op volle sterkte nodig. Willen we die hele vervelende figuur hier kunnen stoppen. Hij heeft ook atoombommen namelijk. En als hij ze terug gaat gooien... We hebben een probleem. We moeten dus gewoon zorgen dat wij de eerste atoombom gooien.
Als ik kan zorgen dat ik 4 of 5 atoombommen klaar heb en die achter elkaar op zijn hoofd mik, dan heeft hij gewoon een probleem. Dan kan hij 1 atoombom teruggooien misschien. Dan schiet hij natuurlijk geen reet meer op. Eigenlijk had ik deze moeten pakken. Advanced Ballistics for Nuclear Missiles. Maar die komt hierna wel. Oké, perfect. Washington, stuur je zooi maar daar naartoe. Heb trouwens nou al promotie? Heel goed gedaan. Waar is de promotie? Er is hier niks te promoveren, man. Wat wil je dan promoveren? Wil je die stad promoveren? Lukt niet, hoor. Stadion. Why not? Jij gaat healen. Jij blijft daar liggen. We moeten wel aan land natuurlijk. Remote. Daar ben je, hè? Daarheen. Hup, tempo. Doorrijden. Drie beurten voor het rechtbankgebouw ding. Moeten we eigenlijk ook een paar workers hier krijgen om die zooi weer te repareren. Perfect, jij daarheen. Kom een helikopter aan. Die atoombom ligt hier ook nog steeds. Atoombom op boot. Nog een atoombom, ook voor op boot. Koop atoombom. Allemaal voor op die boot zometeen. Ik heb nog wel een paar battleships nodig, want die gast heeft ook boten namelijk. Gaan we van staren varen hoor. No props whatsoever. Volgende beurt. Kijk, hier liggen gewoon battleships en die zijn heel gevaarlijk. Die zijn echt link. Dus als ik naar niet meer uitkijk, dan kan ik straks gaan atoombommen gooien. Of ik leg die atoombommen hier neer, dat kan ook. Ik zou vanaf hier veilig mik. Er ligt Harold nog. Voor de veiligheid in de weg. Nou, zien we dan wel. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Hè? Wie dan zorg heeft voor zijn atoombommen. Atoombom op boot. Op boot. En doorvaren. Dat is allemaal nog van die paratroopers natuurlijk. Hartstikke hip allemaal. Onderzeeboot. Ik zag nog onderzeeboot. Daar. Ga maar even daarheen. Bij de grens. Ze hebben juist goed, dus toch niet in de gaten. En volgens mij zag ik mijn eigen units al deze kant op komen om hier de boel te repareren. Volgende beurt. Dan is het courthouse klaar. Dan kunnen we hier bouwen en doen en laten wat we willen. Hop. Wat zijn dit eigenlijk voor dingen? Mobile service to air. Oké. Hey, Luke, ruzie. Wat doen al die destroyers hier, man? Zullen de Indianen me echt aangevallen? Als ze dat doen, hebben ze echt geen kaas gegeten van oorlog. Dan snappen ze het echt niet. Als de Indianen me aanvallen, dan sporen ze niet.
Ja, ze verspreiden hun units ook wel, dus misschien is het een beetje aan het rondvaren zijn. Gewoon hier in hun eigen golf. Nou, moeten ze zelf weten natuurlijk. Ik kan ze niet tegenhouden. Ik zou het graag doen, maar het kan nou helemaal niet. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. The armor of light. The future is not what it used to be. Welcome to the information era. Yuppie! We zitten in de informatietijd. Carrier, daarin. Wie heeft nou die atoombom bij jullie? Jij hebt de atoombom. Nee, niet jij. Jij bent een paratrooper. Jij hebt geen atoombom. Jou heb ik nodig. Jullie moeten even uitwisselen. Hotelletje. Waarom duurt het hier allemaal zo verrekt te lang? Heeft hij dat echt niks nuttig gebouwd? Al die gebouwen zijn kapot natuurlijk. Dat ik de atoombommen bovenop gegooid heb. Hamburg. Wat gaan we dan bouwen? Bouw maar een circus. Ik wil naar Advanced Ballistics, dus daar moeten we wel rocketry uitvinden. Jou kunnen we upgraden. Naar een... Huppakee, hoe heet dat ding? Modern Armor. Modern Armor. Modern Armor. Klinkt gewoon al stoer, hè? Het klinkt gewoon al hip. Wat heb jij nou ook weer bij, hè? Oh ja, die atoombom. Die had je natuurlijk nog. Doe maar relocate naar hem. Kan dat? Nee. Dan doen we dat volgende beurt. Volgende beurt. Oeh, archeologische shit. Hoehoe. Doe maar een... artifact. Leuk om te hebben. Gaan we eens even informatie inwinnen over het leger van de tegenstander. Ik moet nog 2 hoofdsteden. Advisors. Siam heeft niet zo'n groot leger als dat wij hebben. Kijk, dat hoor ik nou graag. Dat hoor ik graag. Dan koop ik ook nog een atoombom. Puur om die gasten plat te gooien, mocht het nodig zijn. Dan kan ik eventueel hier ook nog atoombommen gaan gooien. Om gewoon het land plat te gooien en dan doorheen te rauzen. Zit die opera huis is gebouwd? Nou, deel ik aan het bouwen. Flauwigheid. Daar heb ik chagrijnig van, dat soort dingen. Daar hou ik niet van. Dat wilde ik hebben. Is voor mij. Naval units. En varen. Er ligt hier namelijk zo'n atoombom. Het zou leuk zijn als jij die overnam. Maar dat kan niet. Oh, je hebt maar 3 van die ruimte. Oh, je hebt maar 3 ruimte. Oh. Oké, verklaar een hoop. Jij gaat daarheen. Kan ik ook atoombommen op zee gooien eigenlijk? Zou leuk zijn. Panzer, daar naartoe. Battleships. Nou is de vraag. Ga ik nu al aanvallen, ja of nee? Ik denk eigenlijk van wel, als ik heel eerlijk ben. Ik denk eigenlijk van wel.
Kan ik hem raken van de 4? Nee. Dus jullie gaan daar naartoe varen. Hier ligt namelijk nog een atoombom. Nee, ik val niet deze beurt aan. Deze boot kan niet meer weg. Dus die boot die moet eerst aan de kant. Voordat ik hem aanval. Oké. Okay. Iedereen alert. Volgende beurt. Dan pakken we hem. Dan beginnen we in ieder geval met de aanval. Bij deze moet ik echt heel goed kijken, want die boten van hem... Die zijn rete irritant. Die gaan op mijn unit schieten zometeen. Die carrier die moet weg. Hier ligt nog een atoombom, kan ik van die kant gooien. Deze atoombom kan ik vanaf daar gooien. En nog een policy. Joepie. Oh. Iets met oorlog, alsjeblieft. Kan dat? Toerisme. Nou, laten we dan normaal een policy pakken. Kijk, hier werd toch een reet aan? Hmm. 10% wetenschap als de Empire happy is. Nou ja, op zich. 10% van 1142. Is best nog wel een hoop. Laten we die maar pakken. Boston... Oké, jongens, komt ie. Hoppakee! War, bitch! Bombardeer alles tegen. Oh, die ligt toch een stad? Hé, hey, dat wist ik helemaal niet dat die te lachen. Die hebben we geleerd. It is glowing. Vangen! De units moeten gewoon zo gauw mogelijk dood. Als ze dood zijn, dan kunnen ze mij namelijk niks meer doen. Dan sta ik die zorg afvoeren, hè? Onderzeeboot tegen onderzeeboot! Oeh, hij heeft een nuclear submarine. Oeh, dat had ik dan even niet in de gaten. Oversteken, jongens! Oh, nee, let me reconsider. Terug. Levensgevaarlijk, man. Levenslink. Oké, okay, jullie heb ik nodig. Nuclear submarine. Oké, okay, dat was de submarine. Zonder zeeboot is weg. Heel goed. Carrier trek ik even een klein stukje terug. Je weet maar nooit wat ermee gaat gebeuren. Washington, geef mij een nieuwe atoombom. En deze ligt hier nog. Deze carrier. Ik denk dat ik deze ga gebruiken als een soort bait. Als een soort lokketje. Zodat hij mij aanvalt hier en niet hier. Dat lijkt me slim. Thank you gamers. Als jullie mij even willen helpen, doe vooral eventjes een like op deze video. Ik probeer de afleveringen van Civilization ongeveer een half uurtje te doen. Tegenwoordig, en dat lijkt mij hartstikke goed en dat vinden jullie ook waarschijnlijk wel wat leuker. Dus mocht je dat nog niet gedaan hebben, like hem dan eventjes. Help je mij namelijk enorm mee. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij meer Civilization. En dan proberen we om Siam over te nemen. Mazzel!